En we gaan nu eventjes een rondje maken in dit brute ding. Hij is goed voor die auto. Goedemorgen jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag ga ik een dagje vloggen weer, want ik heb leuke dingen op de planning staan. Ik ga nu eerst naar een vriend van mij, die heeft zijn eigen garage geopend. En hij gaat dingen voor mijn auto fixen, want ik heb een logo gekocht voor op mijn auto. Het is zeg maar het logo wat aangeeft wat voor motor erin zit. Dus er komt straks M135i op de achterkant te staan. En ik heb mijn velgen echt verkloot, dus hij gaat kijken of hij die kan fixen en kan slijpen. Dus dat wordt allemaal heel erg leuk en dat ga ik allemaal filmen. En ik ga ook nog even lekker naar de kapper, want het begint nu wel heel erg lang te worden en dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dus we gaan nu eerst gezellig naar de garage en dan gaan we eventjes kijken of alles een beetje gefixt kan worden. Kijk eens aan, daar zijn we hoor. Breide Automotief. Kijk of hij er is. Kijk eens daar. Dat is... Ben je, jongen? Daar zullen we hem hebben. Welkom. Hoe is hij? Lekker vriend. Met jou? Ja, lekker. Oh, ik ben er nog nooit geweest, hè? Ja, leuk, hè? Ja, het bordje hangt er al. Voor mijn verjaardag, of niet? Hè? Huh? Voor mijn verjaardag. Ja. Ik ben morgen jarig, man. Echt? Kom binnen. Nou, daar gaan we. Oh, daar gaan we. Oh, 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 jongens, kijk. Hier zit dus al een plekje en die heb ik ooit zelf ook al aangestipt. En hier heb ik echt een hele mooie. Dit is echt een fantastische, dit. Hier heb ik nog een plekje en hier heb ik nog een plekje. Dus het is echt, ja, jij gaat fixen, hoop ik. Het is balen. Maar het is op te lossen. Dat is mooi, dat is mooi. Ja. Dat is op te lossen. En ik had dus het M-logo had ik meegenomen. Of nou, die zou ik meenemen, want die komt dan hier. Komt het een zwart M135 logo. En die zouden we dan ook zwart gaan maken. Ben ik het logo vergeten. Maar gelukkig woon ik niet heel ver hier vandaan. Het is een kwartiertje rijden. Dus we gaan die zo eventjes ophalen. En dan kunnen we hem alsnog erop plakken. We gaan nu eventjes terug naar mijn huis om het logo te halen. En Jim die heeft nog nooit in mijn auto gereden en hij gaat nu voor de eerste keer in mijn auto rijden. Dus ik ben echt heel erg benieuwd wat hij ervan gaat vinden. Dit wordt wat. Oh ja, en we gaan misschien straks nog in deze auto kloten. Dat zei hij, van als je wil kunnen we nog in deze auto kloten. Dus we gaan het zien, maar we gaan eerst eventjes het logo ophalen en dan gaan we die zwart maken. Zo, hoe rijdt die? Hij rijdt geweldig, man. Fantastisch, hè? Absoluut. Het is een andere koek. Oh. Ja, lekker, hè? Ik weet dat ik zo lekker vind die klappen. Ja, het is Sport Plus, hè? Ja, heerlijk, ja, jongen. Als je dan lekker terugschakelt. Dat is echt een verschil. Ja. Chill, hè? Hij is snel, hè? Dat is niet normaal, man. Oh, oh. Blazen. Ja, lekker. Bizar. Ik ben dus nu thuis, alleen ik kan alsnog dat logo niet vinden. Dus ik weet niet waar ik hem heb gelaten, in godsnaam, maar ik kan hem niet vinden. Ik had dus de doosje gewoon hier neergelegd en die is er dus uitgeschoven. Ligt hij dus gewoon hier. Godverdomme. Lekker bezig, lekker bezig. Nou goed, we gaan weer terug. Maar dat logo wat je dus net zag, gaan we dus zwart maken. Want dat past dan heel goed bij mijn auto en alle accentjes van mijn auto. Dus ik denk dat het harder is als we hem gewoon zwart maken. Maar we gaan dus nu weer terug naar de zaak en dan gaan we alles fixen. We gaan dus even door de tunnel. Vind je achter het stuur? We houden hem in z'n twee. Laat hem nu over. We zijn er weer hoor. En hij gaat weer open. En we hebben nu alles bij ons. En oh mijn god, we hebben dus gewoon letterlijk voor niks. Zijn we dus nu gewoon helemaal naar Haarlem gereden. En weer terug. Dit is dus het logo wat ik dus op mijn auto ga plakken. En dat komt dus hier te staan zo. Alleen we gaan het dus zwart maken, want ik denk dat dat er vetter uitziet. Omdat alles natuurlijk zwart is, alle accentjes. Hij is al helemaal omhoog getakeld. Oh ja, en we hebben besloten dat we dat M135 logo niet zwart gaan maken, maar gewoon origineel houden. Aangezien hier, kijk, dit is ook allemaal groen. Dus we moeten denk ik gewoon lekker normaal houden, dus dat gaan we zo er ook op plakken. Wat een service, joh. Hey. Kijk eens, joh. Kom je even je velgen fixen? Ik ben nog niet eens jarig, hè? Krijg je nog een taartje ook? Goh. We gaan nu het logo erop plakken en we gaan dus toch niet zwart maken, maar we zitten dus nu te checken waar die zeg maar precies op de auto moet, want we willen hem wel op de originele plek hebben. Meten is weten! Juist. En afvlakken. En afvlakken. Wat? Ik heb ook weer bij Rap Destination mijn lampen gesmoked en ik ben daar zo blij mee. Het maakt het weer een stuk bruter. Ik denk dat het goed is, maat. Ik denk dat we recht zitten. Volgens mij hebben we de perfecte metingen gedaan en is hij helemaal recht. Ja? En dan mag hij eraf. Oh, dit ziet er wel fijn mooi uit. Mooi, hè? Voilà. Hatsenglad. Ja, het maakt het veel mooier, ja, man. Ja, top. Dit is top. En beter hebben we hem trouwens gewoon zo gelaten.
Ja, dit hoort er gewoon echt bij. Dit is zeg maar zo hoort het. Dat is mooi gewoon. Met het logo. Precies. Nou, helemaal top. Helemaal top. Jim die gaat even door met de velgen. En ik ga ondertussen eventjes op de scooter naar Haarlem. Want Jim die heeft hier gelukkig een scooter staan. Dus die kan ik gebruiken. Dan ga ik lekker naar Haarlem. En dan ga ik eventjes dit koepie laten fixen. En als ik dan terugkom, is waarschijnlijk alles gefixt. Dus ik ben hartstikke erg benieuwd. Kijk eens wat een top, jongens. Deze heb ik net echt geleend. En we zijn bij Rob Petam. En ik ga lekker naar de kapper. En ik heb er echt zin in, want het kan echt niet meer langer zo. Ja. Nou, ik ben dus nu bij de kapper bij Rob Petam. En ik kom hier dus omdat dit is Inge. En dit is de moeder van een vriend van mij. En daardoor kom ik lekker hier lekker altijd knippen. En zij heeft ook Ingebrows. En hier kan je gewoon lekker je wenkbrauwtjes doen. Moet je eens kijken wat een leuke studio. Dus als je ooit nog een keer je wenkbrauw wilt laten doen. Haarlem, Zijlstraat. Zijlstraat toch? Zijlstraat 76. Zijlstraat 76. En kom ook lekker. Ook voor mannen hoor. Ook voor mannen. Durf jij? Ze zei net al tegen mij, wil jij niet je wenkbrauwen doen? Maar ik denk dat het niet... Ik weet het niet. Nou, we gaan er maar over nadenken. Het komt helemaal goed. Je kan ook een brow massage krijgen. Dat is ook heerlijk. Een massage? Oeh, dat klinkt wel oké. Okay, maar... Ja. Nee, maar ik denk dat als ik mijn wenkbrauwen ga laten doen, dat het zeg maar voor een jongen er perfect uit gaat zien. En dat is ook niet goed, toch? Nee, want jij vult dat gewoon. Jij doet een soort aanname, maar dat is helemaal niet zo. Ik zeg het verkeerd. Maar goed, ik ga lekker mijn haar laten knippen en dan zien jullie straks het eindresultaat. Kijk wel leuk, zit je in de kapperstoel en dan kun je gewoon lekker naar buiten kijken zo. Naar het mooie stadje Haarlem. En ik ga mijn haar beknippen en ik heb er ook echt heel erg veel zin in. Ik had vandaag had ik een afspraak gemaakt bij de kapper en ik had er vandaag echt veel zin in. Want ik heb al een tijdje dat ik denk van, ja, ik zit nu elke keer mijn haar te doen. Alleen, het werkt gewoon niet meer, weet je, het wilt gewoon niet meer. Maar nu werkt het wel. En deze meneer gaat mij helemaal fresh maken. Zeker weten. Mooi zo. Nou jongens, het gaat al de goede kant op. Of niet dan? Zeker weten. Fris uitkomen. Helemaal fresh. Ik ben weer helemaal fresh. En dat dankzij deze meneer. Dankjewel, ma. Alsjeblieft, man. Kijk eens. En hier is het toppertje weer. We gaan hem even starten, jongens. Sleuteltje erin. Wat een geluid. Wat een geluid. Ik heb trouwens echt al lang niet meer op een scooter gereden. Want ik had vroeger zelf wel een scooter en nu niet meer. En nu rijd ik eigenlijk alleen maar ouder. Dus het is echt leuk om weer een keer op een scooter te rijden. Maar we gaan nu weer terug naar de gym. En als het goed is, is alles gefixt. Dus ik ben hartstikke benieuwd. Let's go. Zo, moet je eens kijken dan. Dan kom je gewoon weer terug van de kapper. En dan is deze man gewoon je auto aan het stofzuigen. Ja, doe bij elke auto, vind. Wat een service, hè? Alles gaat schoon naar buiten. Maar kijk eens, ik heb ook service. Ja, lekker, jongen. Kijk, een lekker broodje. Heerlijk. Hier, moet je het even zien? Ja, laat eens even zien. Ik heb de banden die staan nu te glimmen. Want daar heb ik een bandenvoeding op gesmeerd. Maar zoals je kan zien is de velgschade helemaal verdwenen. Zo, grappig. Kun jij hem nog zien? Ik zie het echt niet meer. Echt niet, hè? Holy shit. En ook aan de voorkant. Ja, ik kan het niet meer terugvinden, echt niet. Kijk, dit is dus dat bandenspul dat erop zit. Maar de kleur is ook hartstikke goed. En de schade, je voelt hem niet eens met je vinger. Ik zie echt niks meer. Mooi, hè? Hey, lekker jongen. What the fuck? Beter dan die hele velg spuiten. Heerlijk. Holy shit, ik kom terug. Ik had het echt niet verwacht, maar je moet gewoon echt heel goed gaan zoeken wil je het zien. En alsnog is het dan gewoon echt heel erg lastig. Dus dat is fucking vet. Zo dan. Hey. Hey. Hoe is het? Hoezo kom jij dan opeens binnen? Ja, hoe dan? Gewoon, kijken. Hij komt er ook een beetje aan. Het ziet er lekker uit, hè? Stikkie. Vet, hè? Hey, en Ruud, kom eens. Ga eens even de schade zoeken. Waar ze maar aan? Nee, hij zit niet op het hoekje. Nee, daar zit nee. Dat was het. Dat is fout, vind ik. Zo, mijn auto is weer klaar. En we gaan nu eventjes een rondje maken in dit brute ding. Wat doe jij hier eigenlijk? Gewoon, ik heb niks te doen. Althans, ik was even klaar. Dus ik heb jou. Van waar ben je? Bij Jim. En bij Jim is het altijd gezellig. Het is altijd gezellig bij Jim. Hey, ga je achterin, Ruud? Ga je gewoon deze kant in? Ja. Wow, lijp is dit, hoor. Zo, zit je goed? Ja, man, is het top. Je gebruikt zoveel, het is ongelooflijk, man. Wel lach hoor, deze. Nu al 10 euro aan machine. Ja. Wel lijp hoor. Kijk, we gaan even zoals een kort bos. Wat ga je doen dan? Klein stukje nog nodig. Zo. Nou, pak hem. Zo, er zit daar een gat. Kijk dit. Oh, leuk. Oh, als je daarin was gekomen, dan waren we echt lul. Daar kunnen we wel lekker omdraaien hoor, man. Wat is dit? Hij woont in de. Hij is goed voor die auto. Dit is lijf. Zijn eigen roots. Goed safari'tje toch, jongens? Ja.
namelijk. Nou, toch even een vakantiegevoel, jongens, of niet? Vakantiegevoel? Zo'n safari in eigen land. Ja. Dit is wel echt een leuke auto, jongens. Echt. Dit is gewoon zo lachen. Het lijkt net inderdaad alsof je op safari bent in zo'n jeep en dan een beetje kloot ermee. Ja, leuk man, lachen. Wat een bak. Oh, oh, oh. Dit is wel echt lijp hoor. Zo, mijn auto wordt nu weer naar buiten gereden en die is helemaal finito. Hij is helemaal klaar en hij is weer helemaal dik. En echt, we hadden het over dat M-logo, maar dat maakt de auto gewoon echt weer een stuk lijper. Het past ook gewoon bij de auto. Het is top. Kijk, er zit daar een knopje, dat heet Sport Plus. Oh ja, is dat zo? Ja, dat heet Sport Plus. Kijk, kijk, en dan zie je daar Sport Plus staan. Ja, duidelijk. Zal ik even mijn riem om? Ja, doe maar even je riem om. En ik wil, zie je, ja, je hebt hier een weg. Ja. Als je nou die mensen daar raakt, ongeveer, dan krijg je 10 punten. Dit is de auto van onze vader, maar die wil ik ook even horen. Ja. Ik weet niet waar Jim nu heen is, maar ik denk dat hij zo weer wat terugkomt. Ik denk dat hij vandoor is gegaan met mijn auto. Ja, hij komt niet meer terug. Nee. Ah, daar is hij weer hoor. Daar hebben we hem weer. Hey, wat een service. Hey, wow. Je komt hem gewoon weer terugbrengen ook. Ja, nou, lekker. Maat, dankjewel. Je bent een topper. Ja, ook bedankt. En als iemand ooit nog in de buurt van Haarlem, Amsterdam, zijn auto moet fixen. Preiden. Waar preiden verschijnt, narigheid verdwijnt. Wat zeg nog eens? Ik zeg waar preiden verschijnt, narigheid verdwijnt. Kijk, wat een topper. Oké, later maat. Zo, en we zitten weer in de auto en wij gaan nu weer lekker naar huis toe. En ik ben hartstikke blij. Ja, maar jongens, dit mag niet gefilmd worden. We komen te laat anders. Dit mag niet gefilmd worden. En jullie vragen jullie natuurlijk af, wat gaan we dan doen? Nou, wij gaan straks karten. En dat ga ik doen met Ruben, Valentijn en Jim. Ja, ik ga weer Jim zien. Oh, ik kom vandaag niet van die jongen af. Maar ik heb er hartstikke veel zin in. Ik heb al heel lang niet meer gekart. Maar de vorige keer dat ik aan het karten was, had ik flink gewonnen. Dus dat was goed. Kijken of we dat nu ook weer kunnen doen. Maar Rub, je moet opschieten, vriend. Is goed. Kijk eens wie we hebben hier. Gaan we vloggen? We gaan vloggen vandaag. Echt. Heb je ook een GoPro? Ik heb geen GoPro bij me, maar ik ben de hele dag aan het vloggen. Maar lekker, stap lekker in. Ja, is goed man. Hallo. Ja, wel gewoon weer kapot hè. Ik ging mijn auto parkeren. Hallo. Ja, nee, aan die kant. Ik ging mijn auto parkeren bij in de straat en toen aan was het. Aan de kant. Nou, je Jim is er ook weer. Jezus, ik geloof hem ook nog gewoon zo hè. Jezus, je hebt me echt grap. Je moet weer aan de bak. Maar goed jongens en meisjes, we zijn nu bij Race Planet en wij gaan lekker karten. Echt? Twee heats. Dus het wordt pittig leuk. Hé, ik moet wel eerlijk zeggen, het is wel echt fucking druk. Ja, het is echt druk. Het is niet normaal hè? Ik denk dat ik de snelste van de dag gelijk heb. Dat denk ik ook. Hé, jij hebt geen sfeer toch? Ja. Oh, je gaat er nu al op staan? Jeetje zeg. Wat een uitslover. Oké, maar jongens, wie denkt er dat hij gaat winnen? Nou, wie? Is heel zeker. Jij hebt wel heel veel zelfvertrouwen. Jij hebt een hartslag. Nee, het komt echt goed. Oké, als ik zeg maar nu een voorspelling moet maken, zeg maar doordat jullie dat allemaal zeggen, denk ik dat jij eerste wordt. Jim tweede, jij derde, ik laatste. Ja, ik heb geen zelfvertrouwen vandaag. Nee, ik heb vandaag geen zelfvertrouwen. Je loopt net nog te vertellen dat je te veel zelfvertrouwen hebt. Ja, maar ik denk dat ik wel goed ben. Jij bent het dikste, het zwaarste. Zeg nou jongens, we gaan. Kijk eens wie er heeft gewonnen jongens. Ruben heeft gewonnen. En wie is er tweede? Wat hebben we? Ja! Ik was op het eind veel te veel met jou bezig. Maat, wij zaten op een gegeven moment samen. Ik heb krap in mijn handen. Wij zaten op een gegeven moment samen in zo'n goede race, man. Dat was niet normaal. Eerst haalde hij mij in. En daarna ik hem weer. En daarna gingen we allebei driften. Maar het was echt goed. Ja, dat was een mooie. We gaan eventjes naar buiten, want het is echt fucking warm binnen. Maar je wilde wel weer wat zeggen? Ik had steeds die bocht. Weer wat zeggen. Voordat je omhoog ging, die vergat ik steeds. Dus ik ben twee keer vol tegen die muur aangeknald. Ja, ik ook wel een keer hoor. Die bocht, zeg maar, als je nou op het laatste? Iemand stond zeg maar echt niet. Ja, ik. Want hij dacht even leuk slippen. En ik dacht ook even leuk slippen. Leuk slippen, dat ging per ongeluk, hè? Ja, echt? Ja. Oh, dus ik dacht even leuk slippen. Oh, jij ging ook leuk slippen. Oh. Oké. We gaan nu nog één hier doen. We hebben er net nog eentje gedaan. En toen was ik eerste geworden. Maar we gaan nu nog één laatste doen.
nog één. Ja, hij had dus blijkbaar had hij een kart die gewoon een seconde langzamer was. Dus dat kan gewoon zeg maar niet goed zijn. Maar de laatste heat. Weer gewonnen! Nee, dat yes! Dat was wel snel. Hoor. Ja, vind ik. Maar ja, ook de snelste auto, hè? Ja, daarom, daarom. Ik heb geoefend. Dies morgen. Dies morgen? Helemaal niet. Ja, tot volgende week. Later! Moet weet worden. Je wat we ook een keer kunnen doen? Dat lijkt me echt vet op een buitenkartbaan. Is ook een goeie. Gaan we het weer? Ja, je hebt ze ook dichterbij. Je hebt ze ook een uurtje rijden of zo. Maar dan kan je gewoon volgen. Die dingen gaan ook rond. Die gaan 90, 100 ja. Inderdaad. Dat is maar goed, maat. Hey. Ja. Hey, gast. Later, Pik. Ciao. Ciao. Was gezellig. Zie ik ga voor weer zitten. Tot ziens. Hey, Jimmy. Wat zei je? Ik heb pijn aan mijn rug. Oh, jij wilt er ook in. Ja, kom maar. Dat komt gewoon op Jimmy. Ja, jij hebt ook een beuk gekregen, hè? Ik heb vol een beuk. Pik, mijn gordel schoot los. Ik vloog letterlijk zo, bam, uit die kat. Niet normaal. Maar oké, later maatje. Ik zie je volgende keer. Hey, ciao, en dan probeer het dan nog maar een keer. Dag. Doei. Jongens en meisjes, ik ben weer lekker thuis en ik ga zo lekker slapen. Ik heb echt een fantastische dag gehad. Mijn auto is gefixt. Ik heb een nieuwe coupe en ik heb lekker gekart en ik was super snel. Dus als iemand ooit tegen me wilt karten, je gaat niet winnen. Je gaat gewoon niet winnen. Maar goed, vond je dit nou een leuke video? Laat even een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. We gaan super lekker en dan spreek ik jullie later.